We maken een tour en we noemen dat onbekende Kreta. Om dat te kunnen beginnen, we zijn hier in Agios Nikolaos en zien we toch de oude meertje, de meer zonder bodem, bekende plaats. Hier zien jullie de golf van Mirabello, veranderd door de aardbevingen en de tsunami. Gurnia, dat is een mooie oude Minoïsche stad, equivalent naar Knossos, gevonden hier niet lang geleden. Pagia Amos, dat is de hoofdstad van de Venetianen, toen de Venetianen waren hier 500 jaar lang in Kreta. Mooie en pittoresk dorp. Irapetra, een moderne stad, gebouwd niet lang geleden. Arme mensen woonden hier en hun leven is veranderd door het woeden en bouwen van kassen hier. En dat gedaan door een Nederlander en zijn naam was Paul Kuipers. Krusta, een kleine, moderne en oude dorp, pittoresk. Dan heb ik gehoord van mensen die leefden daar en speciaal van een man die ik heb interviewd. De weg naar Kataro, naar de oude dorpjes. En de mensen leven daar, zoals 200 jaar geleden. U ziet het de mooiste uitzichten. En de mooie, fraaie beesten, dan die zijn daar. Kritsa, een kleine dorp. En er zijn daar de mensen, die hun inkomen, de nemen ze van handarbeid. We hebben alle soorten handarbeid daar. De mooiste Kreta in Kreta is de kloof. En kloof dan is dezelfde zoals de kloof van Samaria, maar niet zo lang. Het is korter en mooier. En de mooiste is voor de toerist, de kost geen 1 cent om naar binnen te gaan. Deze boom is de heilige boom. Voor de Belgen is er en voor de Nederlanders. Dat is de boom van vader Damian. Hij heeft toch 7 jaar lang onder een boom geleefd in Hawaii. En deze boom is identiek naar die van vader Damian. En om die reden noemen we haar de heilige boom.